hebben voor deze twee boeken gekozen omdat het twee klassieke kinderboekenschrijvers zijn natuurlijk. Guus Keijer en Tonke Dracht. De Brief voor de Koning is net in Engelse vertaling verschenen. En van het boek van alle dingen van Guus Keijer is net een Russische vertaling verschenen. En dat is wel heel bijzonder eigenlijk. What do you think of the fact that it's in so many languages? I think that's pretty neat because, well, I have friends like all around the world and they can all read the same book. Het boek van alle dingen is in 17 verschillende talen vertaald. Dit is bijvoorbeeld een Engelse vertaling. En dit is een vertaling in het IJsland. Deze tentoonstelling hebben we gemaakt omdat we reclame willen maken voor Nederlandse kunst en cultuur. En kinderboekenschrijvers horen ook bij Nederlandse kunst en cultuur. We willen zoveel mogelijk mensen in de wereld laten weten dat deze boeken misschien ook wel in hun eigen taal vertaald zijn. Anti-regarded father, oh, is that what I just read? Was amazing. It has good stuff for kids. It's called the Book of Everything, so yeah. It was a good book. I think it's cool. Like, I've only read one page, but I like it. Yeah.